Je zoekt naar unieke records en toont deze in de tabel zelf. Zet de cursor ergens in de tabel. Ga in het lint naar Gegevens, Sorteren en Filteren en klik op de knop Geavanceerd. In het geopende dialoogvenster, Uitgebreid Filter, staat in principe het correcte lijstbereik reeds ingesteld: A1i20. Je filtert in de lijst. Duid de optie Alleen Unieke records aan. Klik op OK. Enkel de unieke records worden getoond. De dubbele records zijn verborgen. Je merkt dit aan de kleurwijziging van de rijkoppen. Zet de cursor ergens in de gefilterde tabel. Ga in het lint naar Gegevens Sorteren en filteren Wissen. Alle records worden opnieuw getoond. Je gaat zoeken naar unieke records en je plaatst deze op een nieuw blad. Maak een nieuw blad en geef het de naam personeelslijst bis. Je hebt een criteriumbereik nodig. Maak dit eerst aan. Geef in cel A1 de veldnaam naam en in cel B1 voornaam in. De twee lege cellen eronder zullen als criterium dienen. Klik op cel A3. Ga in het Lint naar Gegevens, Sorteren en Filteren en klik op de knop Geavanceerd. In het geopende dialoogvenster selecteer je de optie Kopiëren naar andere locatie. Ga naar het vak van het Lijstbereik, klik op het blad. Personeelslijst en selecteer het tabelgebied A1I20. Klik in het vak van het criteriumbereik en stel het in op A1B2. In het vak Kopiëren naar stel je de cel A3 in. Duid de optie Alleen unieke records aan en klik op OK. De unieke records worden nu getoond.